Uit een buurtonderzoek van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost is gebleken dat er opnieuw plannen bestaan om aan de Tourtonnelaan een nieuwe goudopkoopbedrijf op te zetten. Buurtbewoners zijn bezorgd over deze situatie, omdat het edelmetaal ook daar zal worden geraffineerd. Ze vrezen voor het gevaar dat zal ontstaan bij het vrijkomen van de gevaarlijke kwikdampen in de lucht. Buurtbewoners hebben protest aangetekend tegen dit bedrijf, voornamelijk omdat de buurt kinderrijk is en er veel scholen in de omgeving zijn. Er zijn een aantal mensen die hebben getekend, maar een aantal die weigeren te tekenen. Ik weet niet of er een bedreiging is geweest naar die mensen toe, maar ik ben huis aan huis gegaan bij de mensen. Ik heb gesproken met bepaalde van ze en die hebben mij gezegd ze tekenen niet. En bij de andere buren was ik wel welkom en die hebben wel getekend. Hoeveel mensen ondersteunen dit protest? Tot nu toe, wat ik op een papier heb, heb ik er rond 40, 50 stuks dat er zijn. De bedrijven zijn al geweest. Heb ik vernomen van een kakkiesupermarkt dat ze zijn geweest om een protest tegen te tekenen. Ze moeten luisteren, want gezondheid is op de eerste plaats. En gezondheid kan men niet kopen met geld. Want dit kan nog ergens anders gemaakt worden, maar gezondheid kan je niet dingen. Met je gezondheid kan je niet spelen. De buurtbewoners verwachten van districtscommissaris Ricardo Bolla dat hij onmiddellijk de zaak stopzet. In een reactie hierop geeft Bolla de garantie dat het vestigen van nog een goudopkoopbedrijf aan de Tourtonnelaan voorlopig van de baan is. Een besluit medegenomen door het protest van de buurtbewoners. Echter ligt het besluit voor het verlenen van een vergunning niet bij hem. Dus als de mensen hier komen voor een vergunning en wij dit onderzoek hebben gedaan, alle informatie is binnen, ook van de politie, ook van NIMOS, noem maar op, dan geef ik geen vergunning af. Heel duidelijk, ik geef geen vergunning af. Wat ik doe, ik geef een verklaring af, dat ziet u ook staan hier, duidelijk, geen bezwaar. Dat wil zeggen, er is geen bezwaar dat een bedrijf, kan zijn een goudopkoopbedrijf, kan zijn een loods, kan zijn een car wash bedrijf, kan zijn een meubelfabriek. Alles wat met die hinderwet te maken heeft, dat wordt nauwkeurig onderzocht. En als ik dit afgeef, dan kunnen ze hiermee naar financiën. En dan kunnen ze daar bij economische zaken, kunnen ze dan met dit bewijs een vergunning aanvragen. Dus de DC geeft geen vergunning af voor het opzetten van dit soort bedrijven. Dat doet de viezencommissie.